Christophe op Rimpelrok en miljonair zijn. Bij ons zitten drie heren in het zwart. Dat is niet toevallig, want ze zitten in het koor. Het popkoor Horle Cante. Ik stel ze even voor. Dit is Luc Sluits. Jij bent de dirigent, hè, Luc? Ja. Ja. Robbie Maans, jij zingt ook mee? Ja, ik zing ook mee, ja. En David Hamel, jij bent zowat de PR-man. Wat doe je allemaal? Pianist en de voorzitter, om het officieel te zeggen. Oh, de voorzitter zelfs, kijk eens aan. Misschien even over het ontstaan, David. Het is al gestaan in de jaren 70 eigenlijk, dit koor. Eigenlijk bestaat dit koor al van in begin jaren 70, niet echt onder deze vorm. Ja. Dat gaat terug tot het moment dat Paul Achte, schoolmeester in Hoesselt, het idee had om een kinderkoor op te richten. Ja. En dat heeft heel lang bestaan onder de naam de Demerklokjes. Dat was een heel gekend koor ook, hè? Dat was een vrij gekend koor, ja. Dat heeft veel in het buitenland opgetreden en zo. Ja, ja. En natuurlijk, een kinderkoor moet een kinderkoor blijven. Dus die generaties die wisselen elkaar af. Ja. Totdat eind jaren 90 het idee kwam bij de dirigent Paul Achte om de eerste generatie van die Demerklokjes een keer terug samen te roepen. Mm-hmm. Het waren dan natuurlijk ondertussen allemaal volwassen mensen. Ja. En dat is in 1998 gebeurd. Dat was de bedoeling om eigenlijk eenmalig een misviering voor Moederdag op te luisteren. Maar die oudere mensen mag ik het niet noemen. Niet helemaal, dus, niet. De nieuwere generatie, zeg maar, die had dan eigenlijk de smaak terug te pakken. Ja. En daaruit is een Horle Cante ontstaan. Ja. En jullie hebben vorig jaar 10 jaar gevierd met een programma Hit Story. Daar zouden een DVD van gemaakt. En misschien wel wat beelden van blik achter de schermen. Vertel eens even wat dat precies was, Hit Story. Dus Horle Cante op zich is eigenlijk begonnen als een koor, zeg maar, met een meer eerder licht klassiek repertoire. Ja. Uiteindelijk is die oude dirigent Paul Achte vervangen door Luc Sluizen, dus onze nieuwe dirigent. Ja. En dan hebben we een beetje een verjongingskuur ingevoerd en dan zijn we in plaats van een zangkoor ook een echte popkoor geworden. Ja. En Hit Story probeerden we een beetje met die titel de laatste tientallen decennia in clips, muziek, dans, wat amusement te brengen. Ja, maar vooral muziek van jaren 50, 60, 70, 80, 90 tot nu eigenlijk. Ja, hè? Tot nu. Dus dat was echt in een concept uitgevoerd van 50, 60, 70, 80, 90 tot nu in aparte decennia de beste hits, videoclips samengevat. Ja. Dat was Hit Story 1 en nu binnenkort is Hit Story 2. Een beetje vervolg daarop? Dat klopt, ja. Dus, het was eigenlijk succes. Het was afwachten eigenlijk hoe de mensen gingen reageren. En het was heel positief eigenlijk, de reacties die we kregen. En we hebben ook niet getwijfeld bij het bestuur. We hebben onmiddellijk gezegd, we gaan voor een nieuw concept. En dat was dan, we gaan in dezelfde lijn, maar we gaan dan toch enkele dingen veranderen. Ja, want vorig jaar waren er ook dansers bij. Ook daar hebben we beelden van eigenlijk van de dans. Het was een echte showavond dat jullie gebracht hebben, hè? Ja. Vorige keer. Was het opnieuw een show zo, gelijk voor? Nu ook, ja. We willen eigenlijk dus de zang ook wel afwisselen. We hebben eigenlijk een percussieband. Ja, ja. Ik denk 18 of 21 koppen, David. Het zijn 18 personen. Ja. Die eigenlijk ook acts tussenin gaan brengen. En dan hebben we ook nog een sopraan gecontacteerd. Ellen Beers is dat. Mm-hmm. Welgekende sopraan, die gaat ook enkel. Hoe gaan we dansers bij? Die horen eigenlijk niet op zich bij het koor. Nee, die hadden we uitgenodigd. Dat waren de Footloose. Dansers. Footloose dansers en cadans. Het waren twee verschillende dansgroepen. Ja. En dat is zo wat jullie optreden eigenlijk, met een kleine bezetting, een grotere bezetting, een beetje verschillende afwisseling van groepsleden en zo? Ja, in totaal zijn we dus met 35 personen. En vorig jaar was het concept een beetje dat we kleinere bezettingen, grotere bezettingen. Dit jaar met Hit Story 2 hebben we ervoor gekozen om het hele repertoire met het voltallige koor te doen. Ah, dus met die 35 mensen, omdat dat uiteraard het meest krachtige, het meest volle klinkt. Ja, ja. 25 en 26 september vindt het plaats in het Cultureel Centrum Terkomme. 26 september is helemaal uitverkocht. Voor 25 zijn er nog een paar kaarten. Wij mogen 5 duo-tickets weggeven als je er graag gratis wil bij zijn. Dankzij Popcorn Horle Cante moet je ons een sms'je sturen. Het codewoord is ticketspatie, naam en adres naar 3623. Dus ticket naar 3623. Waar kunnen mensen nog kaarten kopen voor die 25ste? Dat kan via onze website. Dat is hitstory.be. Ja. Die is speciaal gemaakt voor het concert. Of onze standaard website horlecante.be.
Of telefoon is 0477 25 74 36. Oké, dat herhalen we zo meteen nog even. Luc, met jou nog niks gesproken, maar dat gaan we zelfs in orde brengen, want het is niet de eerste beste. Jij speelt onder andere trompet bij Helmut Lotti en zo. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Okay. Maar ga even naar je troepen toe, want ze staan klaar om iets te zingen. En wat gaan jullie brengen nu? Viva la Vida van Coldplay. Ik vond dat heel verrassend toen ik dat hoorde, Viva la Vida, want dat is een popsong, hè? Echt een popsong van u, een hit. We zijn dan ook een popcorn. Ja, ik ben echt heel, heel benieuwd. Luc, ga naartoe. Rob, jij gaat ook meedoen. Ja. Goed, want ik ben echt wel heel benieuwd. Ik heb het al eens een beetje gehoord en het klinkt gewoon super. Viva la Vida, inderdaad, een van de grootste hits uit deze eeuw, mogen we wel zeggen, van Coldplay. En dat wordt hier nu live gebracht in Studio TVL door het popcorn Orlicante. Missionaries in a forum.